Bayer Crop Science voert ieder jaar meerdere Rhizoctonia en zilverschurftproeven uit. Deze worden door het gehele land aangelegd. In de proeven liggen diverse middelen en diverse toepassingsmethoden. In de voorgaande winter zijn er diverse partijen aardappelen gezocht die bezet zijn met Rhizoctonia of zilverschurft. In Lelystad worden deze verschillende partijen behandeld. Dit gebeurt met een schijfvernevelaar die boven een rollenband hangt. De verschillende zakken worden gesorteerd en verplaatst naar de diverse proefvelden. Een van deze proefvelden ligt in het Groningse Startenhuizen. Bayer Crop Science huurt hier 4000 vierkante meter en doet daar onderzoek naar Rhizoctonia afkomstig vanaf de knol. Met de trekker met daarachter een pootmachine worden de ruggen opengetrokken. De aardappelen worden nog niet gepoot. Handmatig wordt het hele perceel verdeeld in veldjes van 13,5 vierkante meter. Aan het begin en aan het einde van een veldje wordt een rode aardappel gepoot, zodat de lege buffer geen invloed op de opbrengst heeft. De veldjes worden genummerd. Er wordt niet altijd een knolbehandeling uitgevoerd. Het is ook mogelijk om de grond te behandelen. Dit wordt vooral gedaan op percelen waarvan bekend is dat de Rhizoctonia vanuit de grond komt. Een combinatie van beide toepassingen is ook mogelijk. De aardappelen worden handmatig gepoot. Op iedere zak aardappelen staat een proef en een objectnummer. Daardoor is bekend in welk veldje deze aardappelen gepoot moeten worden. Als laatst gaat de pootmachine weer over het perceel, nu om de rug toe te dekken met grond. Een half jaar later zijn we terug op hetzelfde perceel. De aardappelen zijn klaar om geoogst te worden. De kisten worden gelabeld en opgeladen. Alle aardappelproeven worden op een centrale plaats beoordeeld. Eerst worden de aardappelen in verschillende maten gesorteerd. Het gewicht van iedere maat wordt gewogen en opgeslagen in de computer. Uit ieder veldje worden één of meerdere monsters achtergehouden voor beoordelingen. De aardappelen worden gewassen. Daarna worden de aardappelen beoordeeld door ze in te delen in 5 verschillende klassen, variërend van schoon tot zeer zwaar bezet met Rhizoctonia. In de onbehandelde monsters is de Rhizoctonia duidelijk zichtbaar. De monsters waarvan de moederknollen waren behandeld met Monsereen Pro zien er stukken beter uit. Naast deze Rhizoctonia-proeven worden er ook zilverschurftproeven uitgevoerd. De opzet is tot nu toe hetzelfde, maar uiteraard is de beoordeling wel verschillend. Een monster van elk veldje wordt in een afgesloten plastic zak bewaard met een klein beetje water. De aardappelen worden zo bij een temperatuur van 18 graden bewaard. Dit zijn ideale omstandigheden voor de ontwikkeling van zilverschurft. Na 2 tot 3 weken is het tijd om de zilverschurftproef te beoordelen. Het plastic mag eraf en 1 voor 1 wordt de voor- en de achterkant van 50 knollen beoordeeld op zilverschurft. 0. 0. Het percentage bedekking met zilverschurft wordt geschat. 3. Door de warme temperatuur en het vocht is op sommige knollen de zilverschurft duidelijk zichtbaar. 60. 40. Zwarte spikkel lijkt in eerste instantie op zilverschurft, maar als je ze naast elkaar legt, zie je toch duidelijk verschil. De sporen van zilverschurft zijn fijner en liggen dicht op elkaar. De sporen van zwarte spikkel zijn groter en de afstand tussen de sporen is groter. In het voorjaar wordt nogmaals het percentage zilverschurft op de aardappelen bepaald. In deze periode worden nog veel aardappels afgeleverd. Ook dan moet de schilkwaliteit nog goed zijn.